PEC Zwolle is in Epe, waar de ploeg van John van het Schip deze week haar jaarlijkse zomertrainingskamp houdt. En waar onderdak is gevonden in het prachtige Villa Heidebad, wordt een paar meter verderop getraind op het sportpark van SV Wissel. En dat zijn prima omstandigheden. Nou, we zijn hier nu in Epe trainingskamp en ja, het is geweldig. Het hotel is goed, het weer vandaag is ook goed. Gisteren was het hele dag regen, maar er wordt goed gewerkt en we maken stapjes. Spelers komen ook terug van sommige spelers dan die in het begin geblesseerd waren, komen nu dichterbij om aan te sluiten of zelfs weer gedeeltes mee te doen. Dus dat is een positief ding. Hoe kun je merken de wisselwerking tussen jou en de groep? Werkt dat? Ja, werkt dat. We zijn drie weken in. Ik kan wel heel makkelijk gaan zeggen, ja, je bent met elkaar bezig en daar ben je dus niet zo heel erg mee bezig. Je probeert dingen neer te leggen bij de groep, samen met Dwight en Gert Peter. En dan hoop je dat aan gaat slaan. Nou, wij krijgen wel een idee dat de dingen die we vragen, dat je dat terugziet. En dat is ook de bedoeling nu van de voorbereiding, dat je probeert... Ja, de spelers dingen mee te geven waarvan ik denk van nou, dat is belangrijk. Zo wil ik dat het team min of meer gaat spelen in balbezit of bij balverlies. Nou, daar kun je met ze over praten en op het veld aan werken. En waar het voor John van het Schip aardig nieuw is, is het voor Dirk Marcellus erg bekend. De verdediger die aan het eind van vorig seizoen zijn contract nog verlengde, ziet de energie weer toenemen tijdens deze voorbereiding. Ja, zeker. Ja, er zijn uiteindelijk toch weer flink wat wisselingen. Ja, nieuwe spelers brengt dat met zich mee en zeker ook een nieuwe staf en net een andere werkwijze. Dus dat is allemaal weer wat nieuw, je wordt wat meer wat anders geprikkeld. En dat geeft nieuwe energie en iedereen die er vorig jaar was, die weet van het moet anders dan dat seizoen. En dat is iedereen ook al van bewust. Kun je al de stempel van John van het Schip merken binnen het team, binnen het spel? Ja, absoluut. Wat ik zeg, hij heeft een heel duidelijk idee en plan van aanpakken hoe we de competitie in willen gaan. En, daar trainen we gewoon heel erg veel op. En dat is duidelijk de stempel van de hele trainerstaf eigenlijk. En dan merk je hartstikke goed. En na vier amateurploegen getroffen te hebben, start vanaf vrijdag de oefenreeks tegen een aantal BVO's. Te beginnen met FC Emmen. Je komt steeds dichter richting de competitiestart en je hebt steeds meer uitdaging nodig in die wedstrijden. En dan is de, na een tijdje is de amateur klaar en dan kan je tegen de BVO's en dan wordt weer een tandje meer, een tandje hogere weerstand en dat is alleen maar goed. Het is gewoon een logische stap dat je eerst spelers weer laat spelen in bepaalde dingen wil zien tegen amateurs dan. En je nog niet volledig met volledige wedstrijden speelt, zeg maar. Ze spelen 45 minuten, een uur. Nu gaan we dat een beetje opbouwen weer. Sommige spelers gaan 60 minuten, 75 minuten spelen. En de bedoeling is dat we volgende week als spelers gewoon 90 minuten laten spelen. En dan komt zo'n wedstrijd als tegen Emmen komt mooi uit in de planning. Het is een BVO en wij moeten ook een beetje gaan werken aan zeg maar een beetje een vastere groep die aan een wedstrijd gaat beginnen. Nou, dat zal vrijdag zeker het geval zijn.